Yo, kijk eens, BornByGames, zo direct naar een nieuwe video. Ik weet, het is een lange tijd geleden dat wij Prison Architect hebben gespeeld. Maar ik dacht, het is tijd om weer een nieuwe episode te maken. Ik had de zin om weer te spelen. Er is niks veranderd sinds de vorige episode. Ik zie dat ze geen water hebben. Ik weet niet of dat komt omdat we waterpump het niet doet. Ik ga hem in play zetten en kijken of het weggaat. Nee, ze hebben nog steeds geen water. Ik ga even kijken wat er aan de hand is. Ik weet ook niet meer wat, natuurlijk wat er aan de hand is, want het is een lange tijd geleden. Kijk, je ziet hier geen water. Is nu allemaal weer water? Ja, ze hebben nu allemaal water. Ik denk dat ik de vorige episode wat heb aangepast. En sinds toen heb ik eigenlijk helemaal niks meer veranderd eraan. Ik wil deze episode, deze ruimte hier al gaan maken. Dit zou ook A, B en dit wordt dan C. Dan kan ik ook kijken bij report en dan kan ik kijken bij Grants. Dat is het. Celblok C. Dan moet hij tot 100 komen. We hebben nu 51. Maar dat ga ik dan natuurlijk nooit redden. Want dit, als ik er 2 nu heb en dat is pas 36. Nou, er kunnen er 51 in. Dus we moeten eigenlijk nog 2 van zulke blokken hebben om te komen bij die 100. Maar het was ook van plan om dit gewoon... Dit is... Kan ik even dat zien? Deployment. Dit is minimum. Hier is medium. En dan komt hier, wil ik dan de max gaan doen. Ik ga het niet doen met supermax of protected only. Ik ga gewoon doen max hero. Maar ik kan ook gewoon, aangezien ik dit hier heb, want ik anders geen doorgang heb hier naartoe, kan ik ook gewoon doen dat ze medium doen naar deze. En die gaan dan hier naartoe. En dat ga ik wel doen. Dus ik heb alles van concrete gebouwd, dat weet ik nog wel. Dus ik ga eventjes deze laten bouwen. Ik doe wel zo. Ja. Zo, want anders wordt die eigenlijk eentje te kort. Dan ga ik dit eventjes laten bouwen. Dan zet ik hem ietsje sneller. Dan ga ik een deur plaatsen hier tussen. En dat wordt een large jail door. Om de toegang te geven tot dit gedeelte. Dan moet ik ook elektriciteit weer gaan aanleggen natuurlijk in die ruimte. Ik weet niet of ik genoeg elektriciteit heb. Ja, ik heb nog wel genoeg elektriciteit. De danger level is medium en is increasing. Oh, dat is niet goed, maar dat komt omdat er... Kijk, zit in solitary. En zijn onnodig doorzocht door de medewerkers hero. Ach ja, er zal vast wel een reden voor zijn. En dan ga ik alvast hero elektriciteit aanleggen. En dat kan hier niet komen, maar dat zal vast wel weggaan. Ik weet niet of ik nu wat nog anders aan het bouwen was. Nee, ze gaan nu allemaal hier naartoe. Ik ga deze wel even open voor ze gooien. Ik gooi deze wel eventjes gewoon nu locked open. Want ik had natuurlijk dit prij gemaakt voor de minimum die hier allemaal zitten. Ik weet niet eens of die vol zitten, waarschijnlijk niet. En toen had ik deze gedaan. Maar ik moet trouwens, nu ik het zie, daar moet ik nog wel wat doen. Er komen er ook nog nieuwe aan. Het valt nu pas op dat er nog 16 nieuwe komen. 16. Nou, doe er maar eentje minder. 16. Doe maar 12. Doe maar 12. En dat wordt allemaal medium. Oké, dit gebouw zijn ze nu aan het bouwen. Oh, die boom moet ook weggaan. En dan krijg je uiteindelijk weer geld voor. Want al dit hout, dat gaat door naar de export toe. En dan krijg je weer geld voor. Want ik zie dat ik in plus sta. Kijk, ik krijg er weer 6000 euro bij. Omdat ik er 12 nieuwe bij heb. En dit ga ik nu even uitzetten. Zo, dan krijg ik geen nieuwe. Even kijken, ik kan nog kijken naar mijn geld. Hier ook zie je de kosten van de werknemers en van alles. En dan zie je ook dat ik dagen zonder een ongeluk of een gevecht of iets, noem maar op, dat is 6 dagen en daar heb ik dan 1400 voor gekregen. Maar ik zie dat er geen, ofwel, kijk hè. Ik zie hier helemaal geen export staan. Oh, dan zal er waarschijnlijk ook geen export zijn geweest van iets. Alleen daar krijg je op een gegeven moment ook aardig wat geld voor al die bomen. Kijk, als deze bijvoorbeeld ook gewoon weg hebben. Dismantle en dismantle. En dan kun je dat hout uiteindelijk gaan verkopen. Maar ik wil eigenlijk, hier heb ik al 2 metal detectors staan. Ik wil eigenlijk ook nog 2 hebben. Maar het hoeft niet per se, maar het is wel eigenlijk extra veilig. En dan kan ik hier misschien ook nog eentje bij zetten. Ik heb natuurlijk ook die lessen gaan. Dan zal ik even kijken hoe dat er voor staat. Even kijken. Waar staat dat? Programs. Ja, workshop 17 zijn er 8 geslaagd. Dus je kunt hier 8 werken. Oh, ik snap het al. Hier gaat al het hout natuurlijk toe. Al het hout in die bomen gaat hier naartoe. En dan bewerkt het hier tot... Ik weet niet wat ze ervan maken. Maar dat komt dus allemaal hier naartoe. Daar heb ik geen export, want anders export je dat. Dus als je eentje zo kijkt. Dus als je hem gaat verkopen, krijg je er 100 voor. Dus daarom zal dat wel zo zijn. Als het goed is, is dit nu af. En dan ga ik dat gebouw eventjes plaatsen. Dus dan ga ik naar utilities toe. En dan pak ik de large pipe. Gooi ik eventjes door het midden. Doe ik even hier. Oh ho ho, wat is aan de hand allemaal? Ze worden allemaal gepakt op iets. Nou, dat is goed. Oh, de nieuwe zijn gepakt op drugs was het, denk ik. En die andere, ik heb trouwens heel veel spullen hier staan. Richten, eten, noem maar op. Staat er allemaal. Kijk, deze is nu klaar. Oeh, kijk, dat moet ik nog eventjes doen. En waar staat het? Een concretebal gaat hier tussen komen. Want anders kunnen ze... zo bij en dat moet niet. Even kijken, er zijn 2 mensen. Want ik kan het helemaal aangepast door hier nog een muur te bouwen, maar dat ga ik natuurlijk niet doen. 2 mensen hebben een iets grotere cel. Nou ja, die hebben een iets grotere cel. Dus dat zijn de gelukkige mensen. Nou, zo. Dat veel werk dat die muren allemaal plaatsen. Alleen het moet ook gebeuren natuurlijk. En ik kom er zo weer aan. En zoals jullie zien ben ik nu bezig met de laatste 3 cellen, de muren, neer te zetten. En de laatste staat. We zijn al bezig met bouwen. De leiding daaronder die moet nog geplaatst gaan worden. Maar ik ga nu eventjes de inrichting doen. En dat kan ik volgens mij... Ik heb kronen aanstaan, dus... Ik weet nog niet precies hoe het werkt. Nou, weet je wat, ik praat zo weer gewoon dat ik vorige keer ook wou. Ik heb nog niet uitgezocht hoe het nou precies moet. Ik, oh, nee, die moet ik niet daar. Ik en hier komt geen cel. Er komt ook nog een cel, dus daar hoef ik niet op te letten dat er een... Kijk, hier krijg ik hem wel hier tegen deze muur aan. Nu moet ik even oppassen voor die doorgang. Moet ik eigenlijk nog eventjes, ja, ik dacht voor, ik plaats even deze muren nog, dan zet ik die even open gewoon voor nu. Kijk, dat en dan ga ik deze locked open. Dus die staat altijd open en dan moet ik hier nog eventjes gaan zetten dat dit een shower is. Dan moet ik eigenlijk bij alles nog doen. Rooms, cel. Dat is een beetje raar, kijken, zo. Oké, hier deze en dan wat nu een grote cel is. Alleen als die muur wordt geplaatst, dan zijn het weer gewoon aparte cellen. En dan moet ik hier de shower pakken en dan deze hier al plaatsen. En dan ga ik nu eventjes de leidingjes weer doen. Utilities. Ga ik even kijken, ga ik de small pipe pakken. Dan ga ik eventjes hier doortrekken. Zo. En daar een paar plekken waar ze in verbinding staan met het normale grote netwerk. Want je kan natuurlijk niet alles door deze kleine pijpjes doen. Want dat heb je natuurlijk niet genoeg druk voor dat het overal kan komen. Dus daarom praat ik af en toe... Oh, ik moet deze wat langer maken trouwens. Dus daarom moet je af en toe van die connecties maken met het normale systeem. Anders werkt het niet. Ik ga eventjes ook hier gelijk... Zo kan we die hiernaast zien hoe ik het precies heb gedaan. Kijk, ik heb het hier doorgetrokken en daar. Oké, dan weet ik dat ook weer. Dan kan ik alvast shower heads gaan plaatsen in deze. En dan wordt het de shower voor al deze prisoners. En er bestaat natuurlijk ook een kans dat af deze hier naartoe gaan, maar dat is in principe niet de bedoeling. Het maakt ook eigenlijk niet zo heel veel uit. Alleen het is natuurlijk fijner als ze gewoon allemaal mijn eigen plek gaan douchen. Dus om en om gedaan, denk ik. Ja. En dan doe ik... Oh, ja, shit. Dan moet ik even kijken. Utilities. Dan moet ik nog één. Deze. Hier plaatsen. En dan plaats ik ook nog die. Showerheads. Hier. En dan kan ik er nog ook wel eentje. Daar doen. Ach ja. Staat niet helemaal perfect. En dat is ook niet nodig. Misschien, ik had ze eerst eventjes. Ik zal de tijd wat sneller zetten. Nou, ik doe hem op zo snelst. Ik ga eens even die leidingen leggen. En deze is al gepraat, denk ik. Want anders zijn natuurlijk kunnen ze er... Ik weet niet, soms kunnen ze dan niet bij onder. Als hier komt het toilet. En dan kunnen ze soms niet bij het toilet komen. Maar dan ga ik even snel zorgen dat dit allemaal geplaatst wordt. Er is één dode. Wacht. Eén dode, wacht. Waar is de dode? Natuurlijk niet de bedoeling dat doden vallen. Oh, hier is een dode. Wie is dat? Hij heeft voor files imprisonment. Ik weet niet wat het is. Oké. Hij moest 5 jaar zitten. En hij heeft een prisoner aangevallen daarnet. En toen is hij denk ik aangepakt. En neergeknald. Het is niet de bedoeling natuurlijk. Voor mij kost het ook ons ook geld. Ik krijg niet dit. Is ook weer weg. Er is weer wat aan de hand. Op dubbel gevolgen, het danger level is natuurlijk nu aan het decreasing. Dus het woorddrager ervan gevonden, die gaat als goed is opgeruimd worden. Kijk, hier is de dode. En die wordt volgens mij, staat er nu in een chique auto. Ja. Daar gaat hij in en dan wordt die weggebracht. Niet fijn dat dat gebeurd is, maar wat moeten we eraan doen? Kijk, ga ik nu hier overal een toilet plaatsen. Ja, en dan dit natuurlijk ook allemaal. Er moet nog een muur komen. En dan heb ik in deze episode dit hele gebouw afgemaakt. Dan hebben we weer plaats voor nieuwe gevangenen. En ik moet eventjes rooms, cel. Er is toch één grote cel aan het. Zo, hebben we allemaal celletjes. Ga ik nu eventjes de deur plaatsen. En dan hebben we weer een heel nieuw gedeelte aan de gevangenis, de BBG gevangenis toegevoegd. Ik ga nog eventjes instellen als ik hiermee klaar ben. Hij wilde geen deur meer plaatsen. Heeft hij geen zin in. Hij heeft geen zin om deur te plaatsen, denk ik vandaag. Nee, hij heeft er echt geen zin in. Ja, gaat er nu eindelijk. Ja. Kijk, deze moet de muur nog een beetje aanpassen. Alleen dat doe ik wel even offscreen. En dan heeft iedereen zijn eigen nieuwe... Oh, nee. Serretje erbij. En er wordt wel heel veel gevonden nu. Ik zet hem even op pauze. Dan praat ik dit even snel nog. En dan heb ik al één... Moet ik even dit nog even aanpassen bij materials. Plaats ik even een muur extra zo hier en hier. En dit is dan echt voor de luxe mensen. Zou gewoon geluk hebben wie die krijgt. En dan wordt dit ook medium sexy only. En dan hebben we dat weer gedaan deze episode. Dus we hebben een nieuw gedeelte toegevoegd aan onze gevangenis. En de microfoon trilt nu een beetje omdat ik een brok aanraakte. Ik hoop dat je het leuke video vond. Vergeet niet te liken, te favorieten, te abonneren. Ons op Twitter, @BornByGames. En dan zie ik je de volgende keer weer. Later.